Beloven jullie dat jullie goed voor het kind zullen zorgen? Ja, natuurlijk! Bij een aantal adoptiebureaus komen ouders hun nieuwe kind ophalen. Hi! Hoi! Dankjewel, we gaan het heel gezellig hebben. Ja, met dit kind gaan we heel veel geld... heel aardig kind, ja. Jullie beloven ook goed voor haar te zorgen? Ja, natuurlijk. We nemen haar heel graag mee. Hebben jullie nog vragen over het opvoeden van Klaas? Nee, dat komt helemaal goed. En nog een hele fijne dag verder. Kom je mee, Klaas? Ja. Wat een fijn gezin, hè? Ja, ik heb er echt een goed gevoel bij. Ja, ze waren echt heel aardig voor het kind. Maar wat de mensen van de adoptiebureaus niet weten, is dat de ouders allemaal dezelfde personen zijn. Namelijk Theo en Thea. Maar waarom verkleden ze zich? Heb jij eigenlijk al de deur op slot gedaan? Oh, chips! Is het gelukt? Ja, al dat gedoe voor die rotkinderen. Wat? Ja, rotkinderen ja, dat hoor je goed. Kunnen jullie dan niet even een beetje aardig zijn voor ons? Ja, jullie zijn nu wel onze ouders. Het kan me niks schelen, Jochem. Zo heet hij helemaal niet. Nou, boeien, wat is je schoenmaat? Theo en Thea zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in de kinderen en halen regelmatig de namen van de kinderen door elkaar. En een belangrijke vraag voor jou, kan jij zingen? Ja, maar waarom vragen jullie dit allemaal? Ik voel me niet echt prettig in dit gezin. Wij zijn ook eigenlijk helemaal geen normaal gezin. Wij zijn meer een bedrijf. Ja. Want wij zijn namelijk een castingbureau. Wij zetten kinderen in reclames, in een speelfilm. En daar worden wij ouders heel erg rijk. Ja. En jullie mogen er niks over zeggen. De volgende dag op een school, ergens in Nederland, kijken een aantal leerlingen naar de TikTok van de beroemde TikToker Rick Tok. Hoe joh, moet je eens kijken, deze is echt vet! Wow, ik wil hun zijn! Oh, ze zijn zo knap! Ik zou zo graag een keer mee willen spelen met die TikToks. Anders ik wel! Dit is toch vet als je dit gewoon kan? Ja! Een paar weken later op de administratieafdeling van het castingbureau. Klaas heeft al bijna 10.000 euro opgebracht. Dat is veel. Zeker. Ik denk dat ze beter voor Klaas moeten zorgen. Dit moeten we even doorgeven aan Theo en Thea. Zeer juist. Hallo. Hi. We willen graag even mededelen dat Klaas het heel goed doet. Dankjewel, dat is goed om te weten. Oh, we krijgen een berichtje binnen. Yo mensen, lijkt het jullie cool om in een nieuwe TikTok van ons te spelen? Let dan nu goed op. Wij zoeken jou. En als je de beste video maakt en wij kiezen jou uit, kan je 6.000 euro winnen. En heel belangrijk, wie er gaat winnen maken we live op TikTok bekend. 6.000 euro. Dit is onze kans. Ja. Als een van onze kinderen wordt uitgekozen, dan worden we gewoon rijk. Ja, kom, we gaan overleggen. Ja, even een vraagje. Welk kind van ons kan het beste zingen en dansen? Ja, oké. Waarvoor is het eigenlijk? Nou, het is voor een nieuwe TikTok-video van Rick Tok. Dat is echt iets voor iedereen. Beslist. Oké, dankjewel. Ja, dank je. Jongens en meiden, meekomen, we gaan TikToks maken. En zo nemen de ouders de auditievideo's op voor de beroemde TikToker Rick Tok. Zaten we echt een paar goeie bij, hè? Ja, laten we ze gaan opsturen. Ja. Deze is wel goed. Deze is wat minder. Ik ben wel benieuwd wie er mee gaat spelen met de video van Rick Tok. Wie is dat? Goedendag, kunnen we wat voor doen? Jullie hebben volgens mij bij ons Klaas geadopteerd. Klaas, ja, die hebben wij bij jullie geadopteerd, ja. Jullie zien er wel ietsjes anders uit.
uit of zo? Ja, dat klopt, want ik heb net mijn haren geverfd. Ja, en ik heb net een nieuwe bril gekocht. We komen even kijken hoe het met Klaas gaat. Dat kan, maar we moeten even binnen een paar dingetjes opruimen. Ja, we komen terug. Ik dacht dat die mevrouw oranje haar had net. Nou, welkom. Gaat u lekker zitten. Is dit Klaas? Weet ik niet. Is dit Klaas? Was Klaas niet groter? Ik denk het wel. Snap. Maar Klaas was toch een jongen? Ja, toch? Volgens mij had Klaas sproetjes. Ja, toch? Dit is hem, maar het gebeurde. Het was zo vreemd wat hier gebeurde. Ja, kijk, ik echt helemaal niet zo blij. Hé, nu kijkt u eens vrolijker. Ja. Volgens mij is Klaas wel gelukkig hier. Nou, we gaan er weer vandoor. Ja. Doei. 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 We waren net niet betrapt. Ja. Maar zouden ze bij het adoptiebureau Klaas echt wel zo'n gelukkige jongen vinden? Ik vind het wel vreemd bij die ouders. Misschien moeten we maar even pauze houden. Ja. Hey, kijk, TikTok is live. Mensen! De winnaar van de auditievideo is... Bert! Yes! Huh? Bert? Dat is toch Klaas? Ik wist het! Hier klopt echt iets niet bij dat gezin. Ik denk dat we weer met die ouders moeten gaan praten. Ze moeten toch weten dat adopteren echt wel een kinderrecht is, toch? Ja, en dat is alleen maar toegestaan als het echt goed is voor het kind. De medewerkers van het adoptiebureau gaan in gesprek met Theo en Thea. En wat denk jij? Zouden de kinderen echt weer gelukkig worden? Oh, wacht. Jullie zijn er alweer. Oh ja, sorry. Ik zat helemaal in deze film, want wauw, wat was die goed, zeg. En we hebben trouwens nog 700 andere hele goede films. Die staan daar. En de bloopers van deze film, die staan daar. Kijk maar even. Tjee, het was echt een goede film. Ha.